Ja, dames en heren, de sterkste man van Nederland en dan ook nog sierlijk bewegen. Ik vind het op zich al een applaus waard. Ik kan alleen maar zeggen, jongen, kom op, Reus. Gooi los die dikke armen van je. Dames en heren, Katie en Jarno! Wat een beer van een kerel, dames en heren. En dan moet hij ook nog sierlijke bewegingen maken. En dat had je niet goed begrepen, want tijdens de kuur stak je heel lang je tong uit. Deed je dat naar je... Nee, maar gewoon, dat is, het is gewoon gaaf om te doen. Ja, het is echt, Gooi even die lap eruit, dacht jij. Ja, die leren lap naar buiten. Hé, maar dan las ik ook nog op jouw internetsite dat je... Ja, het is misschien een hele rare vraag, maar het is toch wel interessant... dat je enorm last hebt van platvoeten. Nee, ja, daar kan je om lachen, maar is dat nou lastig met schaatsen? Dat vraag ik me af. Ja, mijn voeten waren in het begin aan beide kanten ongeveer een centimeter breder als de schaats. Dus die zaten behoorlijk klem. Kan ik je wel vertellen. Maar ik kan ze nu een uur aan hebben zonder al te veel pijn. Ze zijn goed opgerekt, je schaatsen uiteraard. En er zat natuurlijk een halve meter eelt omheen. Dus blaren, zoals Paul, daar heb ik geen last van. Goed, de ene blauwe teen, de andere heeft een halve meter eelt. Het wordt een hele bijzonder programma. Het is nog steeds sterrendans op het ijs. Het is geen vinger aan de pols. Maar we gaan naar de jury. Jody, wat vond je ervan? Ja, Jarno, het was... de lifts waren heel mooi die je hebt gemaakt. Dat was, was keurig gedaan. Inderdaad, alleen het tongetje die had je beter binnen moeten houden. Want het is een mooi nummer en het is een sierlijke lift. Ik vond dat je het op zich wel goed hebt gedaan. Ik miste alleen... Ja, je was steeds rondjes aan het schaatsen. Ik miste wat diversiteit. Ook achteruit schaatsen miste ik. Dat was wel heel jammer. Waar ik voor de volgende keer. Die baan is ook niet zo groot. Dus uiteindelijk moet je iedere keer in de ronde natuurlijk. Toch? Ja, absoluut. Maar je kunt ook de andere kant op schaatsen. Nee, ik begrijp je. Maar ik moet toch een beetje echt gewoon op mijn kandidaten letten. Maar wat ik wel wil zeggen, die dode spiraal in het midden waar hij mee eindigde... Dat was heel mooi en sierlijk heb je dat afgemaakt met je partner. En wat ik heel goed vind van je... Want jij bent een sportman. En de rest, de meeste, samen met Andy, zijn twee sportmannen. De rest zijn entertainers, acteurs, zangers. En daarom vind ik het extra knap dat jij hier gewoon, bab, gewoon staat en entertaint. Zo mag ik je horen. Ja, maar je hebt het nog wel weer even goed gemaakt, hoor, Jody. Vind ik leuk om te horen. Ja, normaal til je altijd een auto op en nou til je in één keer zo'n poppetje op. Er zit al wel een verschil tussen, of niet? Ja, je moet nu veel zachter knijpen. Nou, dat gaat je goed af, poppetje. Maurice, wat een bijzondere uitzending, hè, dit, hè? Ja, enorm. Jarno, beste kleine jongen. Elegantie zit jou niet echt in de genen. Daar kun je niks aan doen. Jij bent gewend, ook door jouw sport, om je spieren op een hele andere manier te gebruiken. Maar Jarno, niet meteen boe gaan roepen, want ik ben nog lang niet klaar. Ik vind dat je echt vooruitgang laat zien. Dank je. Veel meer heb je gedanst dan vorige week.
En wat ik vooral zo leuk vind, je bent zo zorgzaam naar je partner Katie toe. En dan is echt één ding duidelijk. Zij kan, om in hazenstermen te blijven, zij kan echt zeggen, ik geloof in jou. En dat doe ik zowaar inmiddels ook, Jarno. Dankjewel. Oh. Dank je wel. Nou, dan wordt het nu tijd voor de punten. Maurice. Nou, een punt erbij. Een 6 dit keer. Heel goed. Patricia Baar. Een 7. Martine. Ja, wat mij betreft inderdaad, de kuur ging maar één kant op. Dus ik ga wel een puntje omlaag dan de eerste show. Je krijgt van mij een 5. Nou, die Martine, die moeten we nog wel even leuk aankijken met de veertjes in de oren, want anders gaat het niet goed. Jody, wat zijn jouw punten? Ja, ik ben het niet mee eens, want je hebt wel vooruitgang geboekt en daar gaat het om. Dus een 7. Vind ik een mooi cijfer. Heel goed hoor, Jarno. We gaan even naar het scorebord en dat betekent een 6.3. Nou, dat vind ik voor zo'n tweede kuur helemaal niet slecht. Het is weer een vooruitgang, dus... Zo is het. En dat lukt zeker. Dat met 1,5 meter. Eelt voorlopig op de tweede plaats. Ik vind het super.